Dat iedereen is nu resultaatgericht en wil weten wie precies gewonnen heeft en waarom het zo lang duurt. Ja. Nu zijn we op dat alle districten, alle resultaten van de districten binnen zijn op Paramaribo en Sipaliwini. Oké, okay. Dus alleen in Paramaribo en Sipaliwini? Moeten de gegevens nog binnen zijn. Nog binnenkomen. De rest is er allemaal. De rest is al geteld. Oké. Okay. Wat gebeurt er nu op dit moment in NIS? In NIS vindt er nu de hertelling plaats van het kiesdistrict Paramaribo. En dat heeft allemaal te maken met het feit dat processen verbalen niet waren ingeleverd. Ja? En als processen verbalen niet zijn ingeleverd, dan weet je natuurlijk niet de officiële dingen, de cijfers die binnen zijn. Met als gevolg dat je natuurlijk alles moet gaan hertellen. Oké, om hoeveel stembureaus gaat het? Het gaat om een stuk of 32, dacht ik. Maar er moeten nog gegevens van 64 stembureaus binnen. Dus van Paramaribo Noordoost moeten er 64 gegevens binnenkomen. Maar deze 32 moeten allemaal opnieuw geteld worden. Ja. En dan pas komt die informatie van die 64 binnen. Er kan nog van alles gebeuren. Er moeten nog 4 resultaten van 64 stembureaus van Paramaribo. Er moeten resultaten nog van Sipaliwini. Er kunnen zich verschuivingen natuurlijk voordoen aan de hand van de resultaten die binnen zijn. Ja. Dit is de informele verslag. Het CHS, het Centraal Hoofdstembureau, gaat dan over tot de formele verslaglegging. Paramaribo die heeft 274 stembureaus gehad en 210 zijn voltooid. Ja, dat 210 zijn voltooid. En net als wat je zegt, die 64 moeten nog verslag gedaan worden. En van Sipaliwini zijn er 55 stembureaus. 41 zijn voltooid. Rest nog 14. Dus een kleine optelsom 64 plus 14 brengt ons op 80. Ongeveer 80. Ja, brengt ons op 80 dat nog gedaan moet worden. Dus ik denk dat paniek niet hoeft. Rustig afwachten. Laten we even rustig afwachten. Ik geef toe, het duurt lang. Maar ik kan geen verklaring hier afleggen van waarom het zo lang duurt. Ik denk dat allerlei factoren gespeeld zullen hebben. Waarover wij ook geïnformeerd zullen worden. En we de informatie ook zullen delen natuurlijk met de bevolking. Ik zei het net al, er zijn factoren bij komen kijken waarop wij geen grip hebben gehad. Maar wij nemen aan natuurlijk dat we eerlijke resultaten binnenkrijgen. Kijkers, we hebben het gehoord van mevrouw Yuta Sukran Singh. Zij heeft ons het een en ander verteld wat er nu gaande is ten aanzien van de telling. Dat gebeurt nu op dit moment in NIS. We hebben het begrepen nu. 32 stembureaus worden opnieuw geteld omdat er geen processen verbaal zijn ingeleverd. Zolang deze 32 stembureaus niet geteld zijn, zolang men niet klaar is met tellen van deze 32, zal het verslag van de 64 stembureaus van Paramaribo Noordoost nog niet prijsgegeven kunnen worden.